Hoe vaak sta je stil bij wat je hebt bereikt? Even een momentje om te reflecteren en om terug te kijken. Terug te kijken naar waar je vandaan komt, zodat je kunt bepalen waar je naartoe wil. Net zoals iedereen wil jij ook succesvol zijn in het behalen van doelen. Maar het komt vast nog wel eens voor dat jij niet veel motivatie hebt. Daarom is het belangrijk om te genieten in het moment en kleine successes te vieren. En daarover ga ik jou in deze video meer vertellen. Op het moment dat jij aan je grotere doelen in je leven werkt, heb je dit waarschijnlijk wel kunnen onderverdelen in kleinere stapjes die je dichter bij je doel brengen. Je kunt het zien als een trap naar succes. Stap voor stap klim je naar boven. Je kunt niet gelijk een enorme sprong naar succes maken. Want je hebt ook vast wel eens gehad dat er een moment was waarin je bent vergeten hoe, van hoe ver je eigenlijk komt, hoe jouw leven er eerst uitzag. Je ziet de kleine overwinningen over het hoofd. Nou, neem bijvoorbeeld uh, Thomas Edison, de bedenker van de gloeilamp. Het heeft veel pogingen geduurd voordat Edison eindelijk succes behaalde. Maar zoals hij zelf aangaf: Ik heb niet gefaald, ik heb slechts duizend manieren gevonden die niet werken. Hij was zo gefocust op het doel dat falen niet in hem opkwam. Hij had een groeimindset waardoor hij elk klein stapje naar zijn doel toe als overwinning op zich zag. En doe jij dit ook in je leven? Want als je een beetje bent zoals ik, ben je waarschijnlijk meer gefocust op wat nog niet lukt, in plaats van wat wel is gelukt. Want kleine successes vieren is nog niet altijd even makkelijk. Vooruitgang lijkt af en toe niet snel genoeg te gaan en vooral als je net begint aan het werken naar je doel toe is dit nog wel eens lastig. Je kunt dit proces versnellen en makkelijker maken voor jezelf door jouw brein niet als tegenstander te zien, maar als teamgenoot. Bijvoorbeeld door het vieren van kleine stapjes. En ja, nu ga ik heel even een beetje technisch worden, maar het vieren van kleine stapjes leidt namelijk tot het vrijkomen van dopamine in je brein. En als jouw brein eenmaal dopamine ervaart na een bepaalde handeling, wil je brein dit continu. Op het moment dat jij positieve verandering richting jouw doel dus koppelt aan die dopamine, zal jouw brein deze positieve verandering op blijven zoeken. Met dat in gedachten is het dus belangrijk om elke kleine overwinning te vieren. Motivatie kan het verschil zijn tussen jouw doel wel of je doel niet halen. Jezelf belonen en kleine overwinningen vieren is de sleutel tot succes. En dit is hoe jij het doet. Je begint met het niet te groot maken van jouw doelen. Grotere doelen zijn heel belangrijk om te weten waar je naartoe werkt, maar kleine en haalbare doelen zorgen ervoor dat je het vol blijft houden. Met kleinere doelen is jouw vooruitgang zichtbaar en zul jij continu dopamine spikes ervaren. Als jouw doel te groot is, kan het verleidelijk zijn om dingen uit te stellen. Kleinere doelen stellen helpt dit voorkomen. Bedenk dan voor jezelf wat je het allerliefst doet en geef jezelf dit als beloning als je een stapje dichter bij je doel komt. Denk bijvoorbeeld aan jezelf op je favoriete koffie te tracteren of ergens naartoe te gaan, waar je altijd al naartoe hebt willen gaan. Ergens naar vooruit kunnen kijken is enorm motiverend en maak het vooral leuk voor jezelf. En maak je niet te druk als het voor jouw gevoel niet snel genoeg gaat. Hele strenge deadlines aan jouw doelen verbinden kan ervoor zorgen dat je het gevoel hebt dat je ja, faalt. Zelfs als kleine overwinningen onderweg naar je doel behaald worden, kan je het gevoel hebben dat je niets genoeg doet. Wees dus niet al te streng als je kijkt naar wanneer jij je doelen wilt behalen en focus je vooral op het proces. Probeer daarbij wel te reflecteren. Het opschrijven en bijhouden van jouw vooruitgang zal je helpen herinneren aan hoe ver je bent gekomen. Ook helpt het om te zien waar je eventueel nog een beetje bij kan sturen. En misschien heb je wel eens een doel opgegeven omdat je niet weet meer welke enorme weg je al hebt afgelegd en niet ziet hoe dichtbij je eigenlijk al bent. Schrijf daarom regelmatig op welke stappen je hebt gezet, zodat je later kunt terugkijken met trots op waar je vandaan komt. En als laatste wil ik je meegeven om je doelen niet te zien als het beklimmen van een enorme berg. Zie het als een mooie wandeling waarbij je langzaam stap voor stap naar boven loopt. Misschien kom je onderweg nog een aantal leuke restaurants tegen en neem je af en toe een pauze. Het genieten van de reis zelf zal ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om dit op lange termijn vol te houden en vergroot daarmee jouw kans op het behalen van jouw einddoel. Nou, om het nog even allemaal samen te vatten is het dus belangrijk om kleine overwinningen uh, onderweg te vieren als jij jouw grotere doelen wilt behalen. Vier elk klein stapje, elk klein succesje naar jouw doel toe en je zult jouw doelen moeiteloos gaan behalen. En wil jij verder aan de slag met het behalen van je doelen? Op dit kanaal krijg je regelmatig tips over hoe je jouw doelen kunt behalen. Lijkt dat je interessant? Abonneer dan zeker even op dit kanaal. En like deze video zodat nog meer mensen hun doelen kunnen behalen. Tot de volgende video.